Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van allen? Hallo kijkers van Science Prize, vandaag een nieuwe aflevering van de Harry Potter Generations met Mike van Rusty Ox. Yes, op naar game 5. Op naar game 5, inderdaad. Het wordt tijd voor de Orde van de Phoenix. En we gaan de DS-versie spelen zoals jullie zien. Mike, ik zou zeggen heel veel plezier. 3, 2, 1, go! Ja, we gaan het beleven, dus... Precies. We doen inderdaad single player. Ik heb deze game nog nooit gespeeld. Ik wel, maar niet de DS-versie. Ja, oké. Ik heb de DS-versie nog nooit gespeeld. Hij begint bij jou heel ergens anders. Oh, wacht. Ja, nee, dat komt. Ik had even gekeken of de game het goed deed, maar ik heb gezegd continue. Flapdrol. Mijn fout, sorry. Ik wacht hier wel eventjes. Dat is goed. Zeggen, we moeten het wel eerlijk houden, hè? Dus ik leg mijn controller op tafel neer en ik wacht netjes totdat Milan hier is. We moeten het wel eerlijk houden, hè? Dus. Precies. Dus ik ben geen Paddy. Niet? Oh, dat is altijd al goed nieuws. Daarom. Anders dat mensen er anders over denken, maar. Weet je wat wel een voordeel is? We gaan deel 6 dus ook op de DS spelen. En deel 6 heb ik ooit. Toen ik een hele jonge Milan was, toen hij net uit was, wel op de DS gespeeld. En ik weet daar nog van een paar dingen. 1. Dat ik heel veel plezier in die game had. 2. Dat het heel veel zoeken en terugbrengen is, zeg maar, in die game. Ja? En dat de potionslessen heel moeilijk zijn, maar wel leuk. Ja, maar klopt, de potionslessen, ik heb die namelijk op de Wii gehad en op de 360. Mhm. Waren ze wel iets makkelijker, maar wel ook gewoon leuk. Ja. Alleen zwijgen was echt een probleem. Ik ben nu even ver. 3, 2, 1, go! Yes! Go and find Hermione. Oh nee. Waar is Hermione? Emmeline! Het voelt heel hier is Emmeline. Ah joh, ik had ook de Game Boy Advance versie gevonden, maar dan kon je niet eens zien dat dit Harry Potter was. Oh. Dan zag je alleen maar, leek het net Minecraft. Heftig. Ja, ik moet toch... Oké, is dit... Ah, werkt dit zo? Waarom werkt dit allemaal zo moeilijk? Ja, moet ik nog meer... Ik klik toch goed, joh! Oh, nou heb ik hem. Top. Zo. Ja. En waar mogen we nu heen? Vind Ron. Hoe snel doe je dat? Oh, je kan heel veel dingen wegklikken. Dat had ik helemaal niet door. Ronnie Pony! Oh, hier is Ron. Ron, je mist je benen. Die mis ik ook. Wat is dit? Knijsten. Ja, oké. Okay. Wat gaan we doen? Help Ron finding his badge. Oh, en ik ben onzichtbaar. Oké. Okay. Make sense. Macaroon. Oh. Maar volgens mij heb ik hem gevonden, of niet? Is dit hem? Mm. Oh, dit werkt allemaal echt voor geen meter. Nee, zeg dat. Het is. Maar ja, ik heb de computerversie geprobeerd, maar die deed niet. Nee. Dus. En de Wii-versie, die kan je niet met je controller bedienen, dus. Oh ja, dat is wel kut.
Nee, want je moet bewegingen maken omhoog. En dan moet je naar links en naar rechts draaien. Maar ja, het moet allemaal in een bepaalde snelheid die je op je controller niet kan instellen. Heb jij de badges wel allemaal gevonden? Nee, ik ben de eerste überhaupt nog aan het zoeken. Oh, ik heb er wel één gevonden. Wacht, is dat nog misschien genoeg voor Ronnie Pony? Ik weet niet eens waar ik ben. Harry is grotendeels onzichtbaar. Wacht, hoezo doet dit bij jou wel goed? Bij mij loopt de hele game gebukt. Ja, je bent een Harry Potter meester of je bent het niet. Wat, volgens mij heb ik hem gevonden. Ik denk dat ik hem gevonden heb, want dat ding is weg. Ja, ik heb hem gevonden. Hier ligt elke keer wel wat, maar ik kan het niet maken. Nee, maar dat is ook niet... Waar is Genie dan weer? Die is... Sanjo and Gone! Ja, ik moet zeggen, ik probeer een deur door te lopen, maar ik kan Harry niet zien. Harry, loop gewoon die deur door, jongen. Ja, hij zegt tegen mij dat ik die kant op moet. Zou wel handig zijn als ik Genie... Genie. Harry kan zien. Omdat ik weet welke deur ik moet hebben. Loop ik nou goed? Auw. Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa. Zo. Die tafel beweert dat hij kan vliegen. Welke kamer liep jij in? Ja, dat is een goede vraag. Oh, ik heb ze ook gevonden. Ja, het ding is, ik kan Harry niet zien. Lekkering. Dus, Wat goed daar. Ja, oké. Okay. En dan moet ik die kamer nog uitzien. Dat ging tot mijn verbazing best goed. Milan? Ja? Wil jij na deze episode even jouw emulator doorsturen? Want ik zie helemaal niks. Ik moet dit op de wilde gok allemaal gaan verzoeken. Daar hou ik van. Eindelijk een beetje... mogelijkheid voor mij om te winnen. Nee, ik snap wel dat het lastig is. Ja, ik wil zeggen. Dus, ik moet op de wilde gok. Zit ik nu gewoon met mijn muis te klikken in de hoop dat ik iets vind. Ik bedenk me wel dat de onderste... Eigenlijk dat de bovenste ding eigenlijk helemaal niet interessant is. De bovenste... Nee, want er staat alleen op wat je moet doen. Ja. En volgens mij was er hier ook eentje. Ja, kijk, we hebben hem. Waarom is het huis zo tante groot? Ja, zeg dat. Hoe zeg je? Doe mij maar... Doe mij maar de Wii-versie dan alsnog, want... Dan moet je gewoon een keertje Accio, De Pulso, Wingardium Leviosa doen. Nee, je bent onderweg naar Zwijnstein. Wow. Ja, dus dat stelt helemaal niet zo heel veel voor. Oh, ik dacht dat dit er ook bij hoorde, bij de Broken Furniture. Kijk, dit is allemaal gemaakt.
Oh, ja. Oh, wauw. Je doet die afkijking? Ja, tuurlijk. Hallo, ik kan toch niks zien? Ik weet niet zo goed waar ik... waar ik verder nog aan naartoe moet. Oh, Nee, ik moet niet naar beneden. Ik moet omhoog. Loop ik naar omhoog? Ja, oké, okay, top. Yes! Hopelijk is Zwijnstein beter beeld. Echt, hè? Ja. Als ik alles op de wilde gok moet gaan zoeken, dan ziet hij me nog wel lekker zeer. Ja, we hebben in ieder geval het huis gehad. Precies. Het verborgen huis ergens in... Londen. Londen, dank je. Ik denk wel dat ik de onderste scherm als hoofdscherm ga gebruiken. Ja, snap ik. Als je alleen de bovenste hebt met alleen te zien krijgt waar je naartoe moet. Ja. Ja, ik denk alleen wel dat die in sommige gevallen wel nodig is. Oh, dit maakt helemaal beter. Nu is Harry onzichtbaar. Lekker Harry. En nee, niet eens een mantel om. Nou is Ron ook onzichtbaar. Oh, dit wordt nog wat. Lekker Ron. Oh, ik heb... Hemelien, kom achter dat gordijn vandaan. Maar Hermelie vindt het fijn achter het gordijn. Oh, dan mag ze van mij gerust vinden, maar... Hey, Cho! Oh, hi, Cho. Hoe is het ermee? Jezus. Waarom lijkt Harry ineens groter dan het hele trappenhuis? Dit is niet goed. Oké, nu ben ik helemaal afdwaald. Oh, hi, Cho. Ja, het is ook best een onduidelijk spel, moet ik zeggen, hoor. Ja. Jezus, hoe tand, hoe groot is dit trappenhuis? Holy shit! Oké, ben ik er bijna ondertussen of... Oké, ik zie Harry ineens weer, dat is mooi. En nou is hij wel onzichtbaar. Oh, dat ellende. Mijn favoriete Harry Potter karakter. Oh, Umbridge! Voor de mensen thuis, ik ga niet elke keer wisselen tussen schermen en zo. Nee, dat is heel begrijpelijk. Ja. Maar laten we het erop houden. We maken nu kennis met leuke, oh zo fijne professor Umbridge. Zeker. Waar iedereen zo enorm van houdt. Een vuile om af te schieten. Noemen ze dat ook wel. Ja, ik wil zeggen, ik was ook nog niet klaar. Waar iedereen zo van houdt om af te schieten. Booming. Hey. Naar de fat lady, maar dan komen we net vandaan. Oh, moeten we nou de hele ding om... Oh. Het is unbelievable. Kunnen we niet gewoon de floor powder nemen? Echt hoor. Verschijnsel of zo. Ja, gewoon. Gaan we het over gesproken, Milan. Heb jij de update van Hogwarts Legacy al gespeeld? Nee, jij wel? Ja... Ik kan hem wel spelen, alleen wij hadden er al toegang op de PlayStation. Ah, oké. Okay. Maar ze hebben jouw favoriete drankje toegevoegd, hè? Mijn favoriete drankje? Felix Fortunatus? Ja. Echt? Ja, die hebben ze toegevoegd. Die zat bij de PlayStation er al bij, maar die hebben ze nou ook naar de PC en Xbox verplaatst. Ah, dat is wel sick. Dus je kunt nu je tatoeage drinken. Ik kan... Wow. Ik kan mijn tatoeage drinken? Heel ziek. Ja, dat was even diepgaand, hè, maar het is niet geloven. Tenminste, je had er toch zo'n flesje van op je arm staan? Nee, op mijn been. Op je been? Ah.
Oh ja, nou komen we ergens. Oh, Marcel! Marcel Flubbermans. Wat moeten we doen? Geen idee. Is dit net zoals bij Gevangenen van Azkaban dat we dit gewoon kunnen skippen? Kunnen we dit skippen? Nou, dan ga je naar het hoofdmenu. Oh, kut. Dat je zo wil winnen. Dit is een soort van... Onthouden wat je moet doen. Oké. Okay. Welke lelijkheid krijgen we? Oh, weer een lijn. Oké. Okay. Talk to Romain. Hier moet ik alles nu opnieuw doen. Oh, dat meen je niet. Maat, ja. Oh, jee. Ik moet alles wat ik net gedaan heb opnieuw doen. Oh, maar dat is oprecht wel gewoon een kut. Wacht, shit, ik ben die... Was dat deze? Echt, waarom moet ik Memory gaan spelen op Swijnstein? Ik heb wel betere dingen te doen. Ik denk dat ik deze game nog kutter begin te vinden dan 4. Kan ik op zich best wel begrijpen. Wauw, ik moet echt alles opnieuw doen. Hoe durft het spel zo fel te zijn? Ja, maar dan vraag ik me wel af waar de checkpoints zitten. En ik mag weer naar Hamelin toe. Go to the potions class in the dungeons. Hmm. Wacht, maar de dungeons is nou heel ergens anders. Helemaal beneden, toch? In deze game niet. In deze game heb je 2 kastelen, dus... Of in ieder geval... Je moet niet het traphuis naar beneden lopen en dan toevallig de eerste rechts... Was het volgens mij toch? Nee. Nee, dus nou, je moet eerst het gebouw uit en dan moet je... Naar een ander stuk van Swijnstein en daar moet je naar beneden lopen en daar is het in de dungeons. Even kijken, want was het hier? Even kijken, was het volgens mij hier naar buiten toch? Ja. Oké, maar ik moet toch... Oké, waarom moet die... Echt, game, waarom moet jij zo vaak van cam wisselen? Echt, hè? Jezus. Wat is dat, McGonagall? Mackie G. Nee, dat is... Oh, dat is Ron. Dan zeggen van een afstandje lijkt iedereen op McGonagall. Wow. Nou, joh. Oké, dan was het hier links. Hey, kist. Nee, ik wilde niet met je praten. Ik wilde dit ding open doen. Waarom is dit trouwens weer Guardium Leviosa? Ik dacht dat dit gewoon een kist was met alle Homora. Ga er maar onder staan. Huh? Ik dacht, ga er maar onder staan. Dan valt hij op jou. Ha! Oké, Ben ik beneden? Nee. Nou, loop ik naar beneden. Hallo, Snippa. Goed, ik ben weer waar ik net was. Oké, ik mag een drankje gaan maken. Ja, het is, je moet onthouden welke kaart boven het scherm ligt en die moet je er dan in... Nee, wat, die moet ik niet hebben. Ik moet deze hebben. Oh, ik moet nu echt een potion gaan maken ook nog. En we roeren. Welke kleur moet het überhaupt worden? Oké, dit wist niet. Ik wist niet dat dit ook een ding was. Ik heb de microfoon niet ingesteld staan op de DS.
Oh. Ik wist het niet dat je dat ding kon instellen. Maar ja, kijk wel even wat er gebeurt als je dit, als dit timer afloopt. Oh. Yes, ik heb een T van troll! Oh, tijd is voorbij. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter. Tot de volgende keer, zou ik maar zeggen, met een heel raar begin van deze game. Adios, amigos.